De klimaatverandering. Een hot topic binnen de media en in vele discussies. Dat de temperatuur oploopt, dat is een feit. De temperatuur is de afgelopen 150 jaar gemiddeld wereldwijd 1 graad gestegen. Maar even van de regen naar de drup. Voor Nederland betekent dit hetere zomers en nattere winters. Thijssen Meijers vroeg zich daarom ook af wanneer we beginnen met Nederland te klassificeren als zijnde een mediterraan klimaat in plaats van een gematigd zeeklimaat. Meteoroloog Alfred Snoek legt het je uit. Ja, het wordt steeds warmer in Nederland. De cijfers laten dat duidelijk zien. Het klimaat, het gemiddelde weer over 30 jaar, dat is nergens op de wereld hetzelfde. Er zijn verschillende soorten klimaten. Denk aan een zeeklimaat, een landklimaat, een poolklimaat of een tropisch klimaat. En een van de veel gebruikte klimaatindelingen is de indeling van de geograaf en meteoroloog Vladimir Köppen. Hij bedacht een systeem waarbij hij alle klimaten in de wereld kon indelen. Daaraan gaf hij zogenaamde lettercombinaties. En Nederland heeft volgens Köppen het CFB-klimaat. Het CFB-klimaat staat voor een gematigd zeeklimaat, waarbij de wintermaanden een wintertemperatuur of een maantemperatuur laten zien boven min 3 graden. En in de zomer komt de maandgemiddelde temperatuur nooit boven de 22 graden uit. En verder valt er over het hele jaar gezien regelmatig regen. Het is een klimaat wat we bijvoorbeeld ook terugvinden in Ierland, Schotland, maar ook in het oosten van Polen. En zelfs in het noorden van Spanje en op de Balkan vinden we dit gematigde zeeklimaat terug. Maar in dat hele grote gebied zijn echt wel verschillen. Want de winters in het oosten van Polen zijn echt wel een stuk kouder dan bijvoorbeeld in Ierland. Duidelijk verhaal. Maar wat betekent dat nou concreet voor Nederland? Nou, het moet dus echt nog een flink stuk opwarmen in Nederland. Willen we een ander klimaat volgens Köppen krijgen. Maar als we niets doen aan de klimaatverandering, dan is dat wel degelijk iets waar we rekening mee moeten houden. De warme zeeklimaten vinden we nu in het zuiden van Europa. Bijvoorbeeld rondom de Middellandse Zee, waar de zomers droog en warm zijn en de winters mild en regenachtig. En verder rondom de Zwarte Zee, daar en ook bijvoorbeeld in het noorden van Italië, de Po-vlakte, de regio Toscane, daar zijn de zomers weliswaar nog wat wisselvalliger, maar goed warm. En dat zijn de warme vormen van het zeeklimaat. En als we dus niets doen aan de klimaatopwarming, dan komen dat soort klimaatgebieden steeds verder naar het noorden, ook richting Nederland. Aan het einde van de eeuw zou de kaart er wel eens heel anders uit kunnen zien. En als we inzoomen op onze omgeving, dan zien we dat de donkergroene kleur met het gematigd zeeklimaat bijna uit Nederland is verdreven. En dat de zomers zo warm zijn met een gemiddelde etmaaltemperatuur, of een maantemperatuur moet ik zeggen, van 22 graden, bijvoorbeeld in de maand juli, ja, dan kunnen we officieel spreken van een warm zeeklimaat. Er valt dan nog wel regelmatig regen, maar het zou zomaar kunnen zijn dat de winters zo nat worden in delen van onze omgeving, dat de zomers structureel droger worden. Het verschil wordt veel groter tussen beide seizoenen en dan ga je voldoen aan de definitie van een Middellands zeeklimaat. Frankrijk krijgt ermee te maken, het zuiden van Engeland, misschien zelfs wel een stukje Vlaanderen. En wie weet komt het dan via Vlaanderen uiteindelijk ook Nederland binnen. Voor ons dus misschien op korte termijn een mediterrane vakantie in eigen land. Het klinkt goed, maar het heeft ook grote nadelen voor bijvoorbeeld waterbeheer, exotische diersoorten die naar Nederland komen of landbouwgebieden die bedreigd worden. De klimaatverandering zal dus nog wel even een hot topic blijven. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet wordt die beantwoord in de volgende video.